Ik vind dat je er wel bij loopt als iemand in Zeeland. Ja, we zijn niet in Zeeland. Nou. Jij wil geld verdienen. Geld. Hoe gaan we dat doen dan? Fiverr. Alles op Fiverr. Alles toch? Op Fiverr. Jij wil geld verdienen? Dus ik toets gewoon in making... Ik wil zeker geld verdienen. Making money. Ga jij dat eens zoeken, jongeman. Hier, making money. Hier. Money. Money, make money guaranteed. 2000 Amazon top selling products. Best money making machine on Fiverr. Oh. Maar wel €82. Ja, dat doe ik niet. I will give you in-depth huge money without any investment online. Maar wat is die 12,99 dan? Dat is dat een investment? Is dat niet een investment? Iep, make $1000 every day. Ik zeg doen. Ja, dit doen we. €9. Secret passive income system make to make $800 daily. Maar waar is die $1000 dan? Dat is toch echt wel wat minder. Hier, hij heeft ook een heel legit plaatje erbij gestuurd. Echt, dit is heel duidelijk. Dit is echt totaal geen scam. Echt niet, nee geen scam. Maar wat zijn de recensies dan? Eentje maar. Very interesting information and looking forward for earning money. Dat is niet nee, echt. Nee, dit is niet echt. We gaan even verder kijken. Learn money making with code. Nou, dat klinkt... Hier, ik wil autopilot quick money making system for passive income. The ultimate way to reach $600 a day. One method only. Be your own boss. Oh, dit klinkt goed. Dit kan geen scam zijn. Zie je, die pijl gaat omhoog. Ja, Kijk, laat even geld zien. Ja. We weten niet wat geld is. Nee. Hier. Our system helps you to make money even when you sleep. Ja. Ik hou van slapen. Ik ook. Ja. Oh, wat goed. 500 customers, quick delivery, level 2 seller. Order now and start making money quickly. Meid, wat is dit dan? Fast automated income, brand new method, never seen before, done for you. Even lazy teenagers can make $50 to $300 daily. Oh. Oh. So simple, you wondered why you didn't think of it before. A lifetime access to all my future Maar het is een cursus of zo dan, of niet? Ik wil dat hij iets voor ons opzet. Ik wil dat hij het doet. Alleen zou ik niet weten waarom als hij dat iets kan opzetten, het niet alleen maar voor zichzelf zou doen. Ja, dan verdient hij hier meer mee, denk ik. Ja. En dat is vaak, dat is ook met van die piramidespellen. Dan zegt ze altijd, ja, ik kan veel monies verdienen, kijk hoeveel ik verdien. Maar zo'n gast verdient vaak gewoon zelf heel veel door die cursussen te geven. Ik weet er al zo'n website als vergelijken.nl of weet ik veel. Van die vergelijkingswebsites. Nee, die ken ik niet. Nee, nog nooit van gehoord. Nou, stel dat je dan denkt, oh, dit product is het goedkoopst bij deze webshop. Hier ga ik hem kopen. En je klikt er dan op en je koopt hem dan via op die website doordat je op die link hebt geklikt. Dan krijgt zij een percentage van die verkoop die zij hebben gemaakt door die link. Nou, dat is affiliate marketing. Dus eigenlijk geef je iemand gewoon links en als ze iets verkoopt. Eigenlijk laat je andere mensen de marketing voor je doen. Dat is het. En jij, voor jou, dat is voor beide partijen aantrekkelijk, want jij hoeft geen producten in te kopen. Jij hoeft alleen maar een website bij te houden. En die andere dudes hoeven je alleen maar geld te geven wanneer ze ook echt iets verkopen. Dus maar eigenlijk. Ik ga dat nu doen. Maar ik denk dat travel affiliate niet een heel slim idee is in coronatijd. Het is geen coronatijd. Nee. Ik denk dat er twee manieren zijn om geld te verdienen. Mondkapjesvergelijken.nl. Ja, daar hebben we wat aan over een half jaar. Nee, ik wil de rest van mijn leven €600 per dag verdienen. Ja, dat wil ik weten. Dat wil ik gewoon. Ja. Hè? Ik leg de lat niet hoog of zo. Nee. €600 moet prima lukken op een dag. Ja, hè? Ik heb wel eens harder moeten werken voor €600. Dit is een goede persoon.
wat is dit? Hij weet sowieso hoe je geld moet verdienen online. Kijk dan. Hij weet het wel. Date years when you have a new income. Wat? I will predict when you make a lot of money. Oh, dat wil ik wel horen. Dates and years. Nu betalen. Hij kan mij vertellen wanneer we veel geld gaan verdienen. Wat is dit dan? I will autopilot. Autopilot klinkt goed. Hier, I will build autopilot, Amazon affiliate en clickbait website to make money. Dus dan hoeven we... Ben je nou aan het doen? Zie je, je bent zelfs te lui om geld te verdienen. Het komt door die hitte. Ja, je bent een loes. Mensen, het is hier 40 graden. Dat doe ik echt niet. Nou, je bent een loes. Ik heb hier geen video t-shirt onderaan. Nee, je hebt geen video t-shirt. Ik heb hier mijn gele bloemetjes t-shirt onderaan. Nou ja, nou, mooi man. Kijk, dit kunnen we doen. 150 Amazon products en Amazon clickbait affiliate website met basic SEO settings. Twee pagina's. Ja, maar 150... Wacht, klik op standaard? Dan dan is gelijk €82. Dat vind ik duur. Nee, ik wil niet zoveel geld uitgeven aan iets waar we geld mee gaan verdienen. Nee. Hè? Ik wil juist zo min mogelijk geld uitgeven om geld te verdienen. Mogelijk krijgen, ja. Ja, dus dit is een slecht idee. Ik wil gewoon geld verdienen, verdomme. Tien manieren om snel geld te verdienen. Een webwinkel. Uberchauffeur. Oh ja. We worden Uberchauffeur. Ja, maar dat kan niet. Hier, maar hier, kijk, hier kunnen we geld mee verdienen. Fotografie. Hier, webwinkel. Ja, dat weet ik ook. Dat ken ik. Geen ijsjes wel. Verkopen. Hé, hey, maar hier, webwinkel. Dus toch die Amazon. Ja. Ja, toch die affiliate. Hier, maar dat gaat ook automatisch, hè. Kijk, die dude. Die weet wel waar hij het over heeft. Hij zegt hier affiliate ideal, een API key. Dat zijn allemaal dingen waar ik nog nooit van gehoord heb. Dus dat is goed. Wat gaat hij eigenlijk doen? Daar hebben we helemaal niet. Hier, ik zie alleen maar cijfers die omhoog gaan. Dus dat is betrouwbaar. Hier, zie je die dude die heeft gewoon een keertje $75 verdiend en een keertje nul. Maar hij boost ook met die. Wat, hier, dit is niet eens. Dit is dagelijks, laat maar. Hij verdient gewoon op dagen €500. Ik wil ook €500 per dag verdienen. Ik vind het wel een goed idee. Hier, women's fashion of zo. Teacher supplies. Wat gaat hij eigenlijk doen? Van een website maken waar je dingen kan kopen. Clickbank. Meoshopper.com. Ja, ja, ja. Meoshopper.com. Ik voel hem. Jij ook. Jij denkt dat we €600 per dag hiermee gaan verdienen. Weet wel zeker. Hier, webshop gratis eerste jaar. Daarna ja. Deactiveren om tenzij we €600 per maand per dag verdienen. Per dag, hè? Of is er iemand die een doorzonwoning koopt? Een doorzonwoning? Wat betekent dat ook? Dat had je een doorzonwoning. Dat zeggen van die huizenkopers. Van die huizenkopers. Een doorzonwoning. Nou, we hebben een webshop, vriend. Wat moet ik nu doen? Moet ik nu die dude dat doorgeven? Weet je wat? We bestellen het gewoon en horen het wel. Nou, ik vind het echt heel leuk. Wat doen we? Standard hosting? Hij had ook een domein voor ons kunnen maken. We hebben dit al betaald. Voor €25 extra. Je kunt je geld niet meer terugkrijgen voor dat domein. Nee. Dat is nu een jaar vast. €15. Kan we er ook weer de auto mee doen? Voor €10 meer had hij een webshop gemaakt. Dus het maakt niet uit. Hij doet het voor beide. Nou, we hebben er nu al één. Ik wil allebei, wil ik hebben. Nee, oh. Dit is goed. Nou, dat was de aflevering. Ja. Bedankt voor het kijken. Ja, we hebben geen €600 verdiend. Doei! Nee, we moeten even wachten. Ja. Volgende week even terugkomen? Volgende week. Oké. Okay. Nou ja, volgende week. Nu! Kijk hoor, we hebben een heel gesprek met die meneer gehad. Ja, meowebshop.nl. Ik zei toch dat we een webshop hadden? Kan me die naam niet herinneren? Meowebshop.nl. Noem we hebben een. Wat we moeten dit
Sportspullen! Sportspullen? Ja, je staat toch naast me. We hebben dat gisteren toch gedaan? Ja, oh ja, ja. Nou, je het zegt. Ja. Oké, okay, heel eerlijk. Er zaten 2 weken tussen en ik heb heel veel heen en weer gemaild met die dude. Jij bent benieuwd, hè? Ja. Nou, jongeman. Ik heb heel veel heen en weer lopen mailen met die dude, maar... Daar zijn we, hoor. Oh. De Mayo Webshop. En wat dit zeg maar is, ik moest bij Amazon moest ik een heel account aanmaken, een affiliate account. En wat dit eigenlijk is, dit zijn gewoon allemaal producten die te koop zijn op Amazon. En als iemand nu naar de Mayo Webshop gaat en die koopt een product die hier staat, dan krijgen wij daar een commissie voor. Ja, omdat we het extra promoten op die manier. Ja, 5%. Dus ik zou zeggen, ga vooral even naar de mayowebshop.nl en koop een Pete's Choice Yoga Wheels with Yoga Strap and Exercise ding. Of een Dr. Tobias Omega 3 Fish Oil Triple Strength Supplement. Of een Dr. Tobias. Kies. Eigenlijk is Amazon AliExpress, maar dan duur. Ja. Maar dan normale prijzen. Ja, want het zijn dezelfde producten. Ja. Nou, wat een mooie producten, toch? En die kan je nu... Wat is dat voor logo? Die hebben wij helemaal niet gemaakt. Nee. Die heeft hij ook gewoon gemaakt, maar het ziet er... Het ziet er niet eens slecht uit. Nee, dat is het erger. Hebben we al geld verdiend hieraan dan? Nou ja, dat zou ik kunnen checken via dat Amazon-account, maar ik heb nog niks op mijn rekening gezien. Jij wel? Nee. Er staat 0 euro. Nou, dan zijn we toch gewoon opgelicht. Ja. Hoezo? Make money guaranteed. Maar hij zou toch... We zouden toch geld gaan verdienen? Where's the money? Moeten we sowieso weer... Hier, wat is autopilot, Amazon affiliate en klink... Hier, dit is toch geen autopilot? Ik moet alsnog blijkbaar dingen doen. Ja. Nee, we moeten een refund aanvragen. Ja, echt. Ja, zijn gewoon opgelicht. Maar voor mij is hij slim geweest, want hij zegt alleen maar dat hij dit zou maken. Met basic CEO settings. Ja. Ja, maar je moet wel resultaat leveren. We hebben gewoon niet goed gelezen. Nee, want hij moet toch gegarandeerd geld. En nu moeten wij ervoor zorgen dat mensen naar die website gaan. Dan heb je toch geen gegarandeerd geld? Nee. Want als ik nu niks doe, komt er toch niks binnen? Nee, nee. En ik heb nu dus 0 euro verdiend. Ja, ik. Jij ook niet. Doe maar weg dan. Oké, maar wat is de conclusie? Dat mensen moeten abonneren. Ja, alleen dan kunnen we geld verdienen. Nee, maar dames en heren, jongens en meisjes, als je geld wil verdienen, dan hoef je dat niet te proberen op Fiverr. Ja. Nou ja, het kan wel. Maar dan moet je zelf dingen aanbieden op Fiverr. Maar je kan niet iemand geld geven dat die geld voor jou gaat verdienen. Nee, zoals dan wel beloofd wordt in de advertentie, maar ja... Make money guaranteed. Guaranteed. Ja. Welkom bij Vogels in de Polder. Vandaag gaan we op zoek naar een bedreigde vogelsoort die we hier ergens hopen te ontdekken vandaag. Maar wat is dat? Roekoe! Het is de... Wilde Melvin. Nee, ik ben de abonneervogel. Wat een chagrijnige vogel.